en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag een iets andere video dan dat ik eigenlijk tot nu toe gemaakt heb. Dat komt een beetje omdat de afgelopen tijd lichtelijk hectisch was. Ik moest natuurlijk een kerstsingle promoten. Dat heb ik onder andere gedaan bij Pau, bij Koffietijd. En ik moest les met het kerstinkopen doen door alle drukte. En als kerst op de taart ben ik ook nog een weekendje weg geweest naar mijn meest favoriete stad op aarde, namelijk Londen. Mijn vriend is een tijdje geleden zo lief geweest om een weekendje weg te boeken. En het leuke was ook dat hij hetzelfde hotel had geboekt als waar ik destijds sliep toen ik mijn eerste album ging opnemen. Dus dat hele weekend kwamen er allerlei herinneringen weer naar boven en ik heb het onwijs naar mijn zin gehad. Maar wat mij nou leuk leek is om jullie een beetje mee te nemen in de afgelopen anderhalve weken ongeveer. En te laten zien ook hoe het dan in zijn werk gaat als je zo'n single gaat promoten. En er komt natuurlijk een stukje Londen voorbij, dus kijk gezellig mee. Hi, ik ben momenteel bij Radio 538, waar ik zo meteen mijn kerstsingle Christmas Doesn't Mean a Thing Without You ga spelen. En de kerstklassieker, Halleluja. Dus nou ja, jullie gaan het meemaken. Halleluja, 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 halleluja. Dag lieve mensen, ik zit hier backstage bij Pau. Hallo. En ik ga het toch even doen. Ik heb er schijt aan. Ik heb namelijk al de hele dag het kerstliedje van Gerard Joling van vorig jaar in mijn hoofd. Ja, ik moet iets bekennen. Ik heb al de hele dag jouw kerstliedje van vorig jaar. Christmas on the dance floor. In mijn hoofd. En het grap is dat ik hoor dat van iedereen. Ja. Vanmiddag was ik even in Zwolle en moest ik ook optreden. En iedereen zegt, jij ga je dat Christmas on the dance floor doen? Ik zei, dat heb ik gevraagd of ik het mocht doen. Ja. Omdat we een muziekprogramma deden met allemaal kinderen. En die zegt, yeah, Christmas, Christmas on the dance floor. Dat heb ik voor je vorig jaar nog gedaan. Ik heb nu een nieuw kerstliedje, dat heet Send Me an Angel. Ja, ook leuk. Ook mooi. Het is totaal anders, meer een beetje Motown gospel. Ja. Maar, joh, weet je, het wordt er volgend jaar weer kerst, want jij erop ook. En dan maken we gewoon weer een hit. En jij hebt ook een kerstliedje uit. Ik heb ook een kerstliedje uit. En hoe heet jouw nummer? Christmas Doesn't Mean a Thing Without You. Hele lange titel. Maar je gaat een stukje zingen live aan tafel. Heel klein, kort stukje. Leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. It's Christmas, Christmas on the dance floor. Ik heb ook een stem, het lijkt wel een rasp. Hey, nou, kunnen we elkaar een hand geven. Tot beneden nog weer wachten. Ja. Veel. Ik ben al te ver. Lisa, kijk. Oh, je bent ook aan het vloggen. Ja, ze ja. Ken haar, ze is zo afgevallen. Ze ziet er fantastisch uit. En ze gaat ook een stukje zo zingen van haar kerstsingle. Ik was er vaak net, maar inmiddels zijn er ook al wel heel wat bij. Kijk, allemaal bekende gezichten. Dan moeten we niet wachten op meneer Rutte, of wie komt hij als laatste naar binnen? Ja, dat doe ik wel binnen. Het is de eregast. Oké. Dag. Ga je volgen bij de vriend, hè? Gewoon. Blond. Thank you.
zijn dus bij Koffietijd, waar ik straks mijn kerstsingle Christmas Doesn't Mean a Thing Without You mag gaan zingen. Wel een 2 minuten versie, een iets kortere versie dan normaal. En ik zing een klein stukje Halleluja. En volgens mij mag ik nog meedoen met een spelletje. 30 seconds. Ja. Ik hoop dat dat goed gaat, want ik ben veel te fanatiek met spelletjes. Oh nee. Heb je al plamuur op je kop? Dit is voor de vlog. Hè? Hallo. Een beetje plamuur op je poren? Een beetje plamuur. Nee, ze heeft niks nodig. Knap nee, ik ben heel zichzelf. Knap van mezelf. Tot zover een klein kijkje in de afgelopen anderhalve week. Het was eigenlijk mijn bedoeling om jullie ook nog mee te nemen naar de laatste 2 Lisa Lois Sings Adele shows ooit. Maar helaas heb ik die moeten verplaatsen naar volgend jaar wegens ziekte. Daar baal ik natuurlijk gigantisch van. Dat is een beslissing die je eigenlijk helemaal niet wil maken. Maar achteraf gezien is het wel de juiste keuze geweest. Aangezien ik jullie niet de show had kunnen geven die jullie verdienen. Uiteraard worden dus beide shows ingehaald volgend jaar. Voor Theater de Tamboer in Hoogeveen is al een nieuwe datum. Namelijk 6 maart 2020. Helaas is er voor de show in Leiden nog geen vervangende datum. Daar zijn we druk mee bezig. En ik hou jullie daar uiteraard van op de hoogte op mijn social media kanalen. Zodra ik iets weet, zijn jullie de eerste die het horen. Jullie kaartjes die jullie hadden, die blijven gewoon geldig voor de nieuwe datum. Mocht je nou onverhoopt niet kunnen op die dag, neem dan alsjeblieft contact op met het desbetreffende theater en dan wordt alles gewoon geregeld. Voor nu wil ik jullie onwijs bedanken voor het kijken en ik hoop jullie uiteraard te zien bij een nieuwe video. Oh, en natuurlijk de allerbeste wensen voor 2020. Tot volgend jaar. Muah.